spannend. Story of my life. Goedemorgen, vandaag is het zaterdag en welkom weer bij een nieuwe vlog. Wij staan voor de brug te wachten bij, wat is dit, Ernst? Ja, alles koud. Wij zijn onderweg naar Akrum en wij gaan naar de boot. En we zitten helemaal volgeladen. En Romke zit helemaal ingebouwd hier. Allemaal spullen, kussens en beddengoed. Chris is ook mee. En we wachten nou voor de brug, want ja, die rotwatersporters moeten altijd door de brug heen. Zo, nou, we zijn op de boot. Ik heb eindelijk de gordijntjes ervoor. Chris is weer terug, want beddengoed lag nog thuis. Dat had ik klaargezet en Chris heeft een tas in de auto gezet. En dat waren de kussentjes van de oude boot. Die had ik de havenmeester beloofd. Dus die had hij in plaats van beddengoed in de auto gezet. Maar... Nou ja, die is even terug om het op te halen. Het is ook maar 20 minuten hier vandaan of zo. Maar goed, het moet wel even weer. Dan zal ik straks de achterkajuit schoonmaken. En dan kunnen we daar slapen vanavond. Het is lekker weer. Het is niet bloedheet. Er staat gelukkig een fris windje. En ja, oh, je ruikt die rooklucht nog wel. Dat is wel jammer. Niet heel sterk, maar het is nog wel aanwezig. Het is hier de opening van het vaarseizoen. Dat was een modeshow. Anja draagt weer kleding van Soja. Heerlijk comfortabel. En natuurlijk de vertrouwde toppers als Dreamstar en Angel Jeans. Het is een gezellige winkel. Je voelt je er thuis. Je wordt geholpen op maat. En je ziet, het is en vrijtijden, ook stijlvol, dat je deze zomer door het dorp kan. En ik wil er ook even bij stellen dat de styling van het haar, sommige dames hebben het zelf gedaan, maar de styling van Greta haar is doorgedaan door Janny Overdiep. Winkel voor mannen, mode met stijl. Je kunt dus kiezen uit allemaal heldere kleuren. En de eigenaar Wim is trots op zijn collectie. Kijk eens, Jeroen zit ervoor. En Wim zal jullie op actie adviseren over de kleding. Kom vooral binnen. Denk niet meteen, oeh, ik moet wat komen. Nee, kom gewoon langs, kom kijken. Laat je inspireren. Dus... Kijk, trots de mannen. Dan zit hij wel deze zomer. Het kan gedragen worden op elke gelegenheid. Sterry, geef dat even aan. Kom ook vooral, doe je mee met Meet Me at the Fountain. En denk je, ik wil nog een leuke outfit. Weet dat je dan ook bij Pan 56 terecht kan. Oh, daar had je die pet voor nodig. Daar had je die pet voor nodig. Ik zou. Moet je maar op de tip zetten. Er komt een bandje en er zijn wat tentjes en steentjes hier. Yeah.
Goedemorgen, vandaag is het zondag. Nou, onze eerste nacht op de boot gehad. Dat was een drama. Ten eerste, hier was feest natuurlijk. Met opening van het vaarseizoen. Er was, nou, ik weet niet tot hoe laat vannacht, was er muziek en beentjes. Heel gezellig. We zijn zelf ook even bij wezen kijken. Maar wij hadden voorin geslapen. Dus die tafel laten zakken en dan die kussens eroverheen. Maar dat lag voor geen meter. Dus volgende keer gaan we toch maar in de achterkajuit. Gaan we dat proberen. Maar dat is ook vrij krap. Het is allemaal vrij krap. En we zijn erg verwend natuurlijk in de vorige boot met de lattenbooms en de latexmatrassen. Koudschuimmatrassen geloof ik waren het. Dus ja, dit is even afzien. Het is even wennen denk ik. Maar het lag voor geen meter. Knoeperhard. Er zijn natuurlijk ook kussens waarop gezeten is. Die zijn al wat doorgezakt. En in de achterkajuit is er natuurlijk alleen op geslapen. Dus dat is toch weer anders. Nou, ik heb een bakje koffie gehad. We gaan even ontbijten straks. Chris is nu met de hond uit. Ja. Luxe probleem. Niet kunnen slapen op de boot. Het is mooi weer, dat scheelt allemaal weer. Kom maar buiten, Romke, het is hier veel lekkerder. Kom maar. Er ligt nog geen lekker lui te wezen. Zo, wij zijn lui. We blijven lekker binnen. We varen niet uit. We hebben allebei een inkakker. Ik heb de achterkajuit schoongemaakt. Dus daar gaan we volgende keer slapen. Laten we dat maar proberen. Het voordeel is dat je het ook kan laten liggen en dan kan je die deur dicht doen. Dan hoef je niet een heel tafelgebeuren te verbouwen. Chris ligt ook lekker voorop. Toch niet zo goed geslapen. Dus het is gewoon wel even lekker. Even niks doen. Het is lekker fris. Lekker fris windje waait er. Het weer gaat wel omslaan vanavond, denk ik. Nou, goedenavond. We waren alweer thuis. Ik heb mijn haar even in de verf gezet voor de grijze uitgroei. We hebben echt letterlijk niks gedaan vandaag. Nou ja, ik heb wel wat gedaan. Ik heb de achterkajuit helemaal uitgesopt. En toen waren we het zat, want we waren zo kapot. We zijn niet uitgevaren. Gewoon lekker een beetje omgedangeld. Een beetje met de hond lopen. Dat dus. Dus geen spannende vaartochten gemaakt. Dus ik laat dit nou weer lekker even intrekken, een half uurtje. En dan ga ik even mijn filmpjes online zetten. Dan ben ik een half uurtje verder. En dan kan ik mijn haar weer uitspoelen. Dan ga ik lekker douchen. En dan ga ik denk ik maar eens even lekker vroeg op bed. Zo, jij bent één. Ben je gevaarlijk of valt het mee? Vandaag is het dinsdag. Het is al bijna middag volgens mij. Ik heb de hele morgen geslapen. Of de hele morgen, een paar uurtjes nog. Want ik had vannacht heel slecht geslapen. Ik was gisteravond naar Fiesta geweest. En nou, 8:30 thuis. Even wat drinken. Nou, lekker op bed om 22:30. Nou, vergeet het maar. Ik heb het 3:30 zien worden. Ik heb het 3:30 zien worden. En op een gegeven moment ben ik maar eruit gegaan. Heb ik een melatonine tabletje genomen en ik 4:15 tot 5:45 geslapen. 2 uurtjes dus. Toen heb ik maar tegen Chris gezegd, ik wissel wel weer om. Ik ben normaal woensdags vrij, dus dan moet ik morgen maar werken. En
toen ben ik om 7 uur weer naar bed gegaan. Een uur achter werd ik wakker gebeld door de zaak. Allemaal vragen. En toen ben ik weer gaan slapen. Tot 10:30. Goed, nog niet veel, maar toen ben ik hem eruit gegaan. Ja, hondje moet ook uit. Die was ook nog niet uit geweest. En nou loop ik lekker even buiten. Dan word je er dus een beetje wakker van weer. Hier word je niet fitter van. En daar baal ik van, want ik had dus naar Burn gewild morgen vroeg. Sportschool. Dus dat kan niet. Ik moet morgen werken. Dus dat moet ik weer afzeggen. Ik kon ook niet slapen, want ik had gisteravond nog een op Facebook een stukje film gezien. Van een man die had een hond vastgebonden aan een hek. Dus onderaan een trap volgens mij. En een soort met een hek voor een huis. En dat beestje dat lag daar. Vastgebonden. Kon geen kant uit. En die man had een honkbalknuppel. En die zat met zijn volle gewicht. Zijn volle kracht zat hij zo op dat beest in te slaan. Op zijn hoofd. En dat beestje, wat me bijbleef van dat stukje film, is dat beestje, dat staartje, dat ging maar zo. Die bleef maar kwispelen. Mijn god. En ik werd er zo onpasselijk van, zo misselijk van. Van de week had ik al soortgelijk iets gezien. Dat maakte minder indruk op me dan dit. Dat waren 3 mannen, die hadden een hond kleertjes aangetrokken. Die had een spijkerbroekje aan en een truitje aan. En die hing dan die bungelde aan een touw aan het plafond of aan een muur vast. En die waren dus met stokken op de beest aan het slaan. En dan voornamelijk op de kont. Dus ik dacht, nou ja, als het een mannetje is, dat is voortdurend op die balletjes waarschijnlijk. En daar werd ik al kotsmisselijk van. En zo woedend. En dan dit stukje film, wat gisteren liet Chris mij zien. Dat kwam Chris tegen via Facebook. Dat filmpje met die ene hond en die honkbalknuppel op een of andere duistere manier maakte dat meer indruk op mij. Waarom kun je blijven? Dat was zo, ik weet niet, dat deed me zo zeer. Dat beeld er bleef me maar bij vannacht. En dan ben je al slecht aan het slapen en dan gaan dat soort beelden gaan gewoon passeren de revue gewoon weer. Ik werd er zo onpasselijk van, dat weerloze beestje. Wat waarschijnlijk al zoveel hersenbeschadiging had. Want hij was al een poosje bezig volgens mij, aan het meppen. Op die hondse kop. En echt met zoveel kracht. En ik, hoe laf. Vastbinden, dat hij geen kant op kan. En dan ook nog. Ja. Zo gammel als een deurkruk. Al met al heb ik met wat ik vanochtend nog geslapen heb iets van 5 uurtjes gehad. Dus het is nu klaar. Ik ben moe. Story of my life. And look who's here. Hey. It's me. Rommie-bommie. Ben je jaloers, schat? Op mij zie ik hier weer een stukje glas liggen op de grond. Ja. Ja. Hé. Hey. Huh? Wat zeg je? Oh ja. Huh? Wat wou je vertellen aan oma? Wat wou je vertellen aan oma dan? Hé? Romke, hou op. Wat zei je? Look who's here. Denk erom, straks ga ik huilen. Mam, wie is het toe? Wat doe jij op de tafel? Wat doe je daar? Wat een gek, joh. Wat een gek.
zo, lieve mensen. Ik ga de vlog afsluiten. Het is donderdagavond. In plaats van vrijdag sluit ik nu donderdag de vlog af. Vanmorgen is het Koningsdag. En ik weet nog niet wat we gaan doen. Misschien dat we de stad ingaan of dat we wel naar de boot gaan. Ik weet het nog niet. En ja, dan ga ik waarschijnlijk ook weer filmen. En ik heb nu materiaal genoeg. Dus ik wou het zomaar laten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Stik een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal. Dat is die rode knop hier beneden. En dan wens ik jullie allemaal een fijne Koningsdag. En een fijn weekend. Tot de volgende vlog. Doei doei.